Dames en heren, goedenavond. Dit is Eén Vandaag. Ik kan niet begrijpen, en niemand denk ik, wat hem in die laatste minuten van zijn leven heeft bezield. Wat er in hem is gevaren. Nooit kende Nederland zoveel zelfdoding als afgelopen jaar. En de meeste mensen zijn tussen de 50 en de 60 jaar oud. Ex-volgelingen zijn boos op tv-dominee David Maasbach vanwege intimidatie en indoctrinatie. En voor criminelen was het communicatiemiddel, de versleutelde cryptofoon. David Vos, broer van PvdA-Kamerlid Meili Vos, is net 40 als hij vorig jaar een eind aan zijn leven maakt. Hij had problemen op zijn werk, een hypotheek die als een lode last om zijn schouders hing. David zag het niet meer zitten. Volgens het CBS stijgt het aantal Nederlanders dat zelfmoord pleegt. En de oorzaak is de crisis. Die dag, die minuten, dat vergeet je nooit meer. Ik was op mijn werk en mijn moeder belde en die zei... Ik denk dat het ergste gebeurd is en die hing op. En ik wist meteen wat ze bedoelde. Nathan Vos kan het nog steeds nauwelijks geloven. Zijn broertje die het allemaal goed voor elkaar lijkt te hebben, is er niet meer. In mei 2015 pleegt hij vrij plotseling zelfmoord. Maar hij zei altijd, het gaat goed. En het was prima, en het was gezellig en geen vuiltje aan de lucht. Nathans broer leidt op het oog een gelukkig leventje. Een goede baan, een vrouw en 3 jonge kinderen. Toch kan hij niet verder. Ik kan niet begrijpen, en niemand denk ik, wat hem in die laatste minuten van zijn leven heeft bezield. Wat er in hem is gevaren. Iets heel donkers. Wat het dan is, weet ik niet. Vorig jaar maakten bijna 1900 mensen zelf een einde aan hun leven. Het hoogste aantal ooit in Nederland, volgens het CBS. Bij de organisatie voor zelfmoordpreventie 113 Online merken ze dat het aantal hulpverzoeken stijgt. Mensen die zo radeloos zijn dat ze zelfmoord zien als uitweg, die hebben vaak een gevoel van verlies. Dan wel van dreigend verlies. Dus een baan die op de tocht staat, een schulden die niet meer betaald kunnen worden. Dat draagt bij aan het radeloze gevoel dat mensen hebben. En dat kan dus een gevolg van de crisis zijn dat dat toeneemt, waardoor het cijfer van de suïcides toeneemt. Wat ik nu wel beter begrijp, is dat hij als een echte man alle shit die hij had binnenhield. En niet wilde of kon delen met ons niet en met thuis niet. En dat zich opgestapeld heeft in zijn hoofd en een enorme druk moet hebben gegeven, waardoor je ook nog eens een stukje minder gezelliger wordt, kan ik je verzekeren. En dat levert ook weer meer druk op, want daardoor beland je in andere problemen op je werk en thuis. Na een lichte daling begin deze eeuw neemt het aantal mensen dat zelfmoord pleegt vanaf 2007 weer toe. De grootste stijging is te zien bij mannen tussen de 20 en 30 en bij 60-plussers. Het gaat hierbij vooral om weduwnaars en gescheiden mannen. Bij 113 Online kunnen mensen met zelfmoordgedachten chatten met medewerkers. Wat wij hier bij 113 zien is dat mannen minder snel geneigd zijn en moeilijker te motiveren zijn om hulp te zoeken. Mannen zijn van nature meer geneigd om problemen zelf op te willen lossen. Waar vrouwen vaker hun omgeving raadplegen wanneer ze problemen ervaren en daarmee dus ook meer openstaan voor oplossingen. Om mij heen, ook bij mezelf, herken ik dat je eigenlijk tot het niet meer kan, hou je het binnen. Want je denkt... Ze mogen het niet weten. En hoe meer ik daarover nadacht en hoe meer ik erover las en erover praatte, dacht ik, yes, eigenlijk moeten we dat maar niet normaal vinden. Het is gevaarlijk. Nathan is zich na de dood van zijn broer gaan verdiepen in de manier waarop mannen zich uiten. Zijn conclusie, mannen praten niet, maar stoppen het weg. Hij werkt op dit moment aan een boek over dit thema. Ik spreek ook mannen en één man die dus op het randje hebben gestaan. En één man vertelde mij dus dat hij zich... Doordat hij zich rot voelde en in een depressie raakte, daar schaamde hij zich zo voor dat hij dat ook weer heel erg moest gaan verbergen en wegdrinken, waardoor hij eigenlijk nog depressiever raakte. Ik denk dat het heel belangrijk is om mensen mee te geven dat hulp zoeken helpt, dat weten we. Dat we mensen het gevoel geven dat je niet opgegeven bent als je je meldt bij hulpverlening, maar dat het juist een teken is van kracht. Daarmee neem je eigenlijk het heft weer een beetje in eigen hand door te zorgen dat je wordt bijgestaan in het oplossen van je problemen.
En voor iedereen in de maatschappij zou ik willen oproepen, vraag naar hoe het echt met mensen gaat. En wees niet bang voor het antwoord dat mogelijk zou kunnen komen. En voor meer informatie of hulp over dit onderwerp kunt u kijken op 113online.nl. Verlaat je familie, want als je echt van God houdt, moet er niets tussen jou en hem staan. Zelfs geen familie. Dat is de boodschap die tv-dominee David Maasbach zijn volgelingen meegeeft. Voor familieleden is dat onverteerbaar. Ex-volgelingen spreken zelfs over intimidatie. Je moet blokkeren, je moet afscheiden, je moet breken. Op een gegeven moment zei ze dat, omdat wij niet bij Maasbach zitten, dat we niet goed bezig waren. Je moet een beslissing. Ja, maar broeder David, het is mijn familie. Nou, wat? Of hij zichzelf God vindt. It is a fight. Het is een gevecht. It is a battle. Het is een strijd. It is war. Het is oorlog. Wat mijn bronnen wel allemaal zeggen is, deze man heeft een heel groot ego en noemt zichzelf de gezalfde des Heren. Natuurlijk heb je vleeselijke familie. Fijn als het allemaal bij elkaar kan blijven. Maar vandaag kan dat niet meer. Als alles wat de buitenwereld zegt, als dat gewantrouwd wordt en als dat verdacht is en niet klopt, als dat van de duivel komt, dan wordt het wel erg griezelig natuurlijk. De vlaggen op de gebouwen van David Maasbach zeggen God is liefde. Maar journalist Robin de Wever van nieuwsite De Correspondent ontdekt iets anders. Bij het maken van mijn verhaal en het doen van mijn onderzoek heb ik hele schrijnende verhalen gehoord. Van ouders die hun kinderen niet meer spreken. Mensen die hun naaste familieleden niet meer spreken. Paul Vermul weet wat het is om iemand te verliezen. Zijn dochter heeft alle contact verbroken. Hij zag haar veranderen. Zij ging dan altijd op de zaterdagavond was het Maasbach. Hè? Dan hebben ze de jongerendienst, dus dat kreeg steeds meer prioriteit. En ze ging ook helpen, zonder schoolwerk doen en helpen. En ook wel meegaan met acties. En zo zag je dat, dat het wat minder werd. Zijn dochter vindt het een fijne kerk. Samen zingen, samen bidden. Maar er wordt ook die andere boodschap gebracht. Niemand mag tussen jou en God staan. Als dat wel gebeurt, moet je zorgen dat er geen contact meer mogelijk is. En dan blokkeer je een nummer dat als ik toch probeer te komen, dan gaat dat nummer terug, want het is geblokkeerd. Ja, maar broeder David, het is mijn familie. Nou, wat? Op een gegeven moment zei ze dat, omdat wij niet bij Maasbach zitten, dat we niet goed bezig waren. Ja. Dus alleen Maasbach had de juiste interpretatie van het geloof? Ja, ja. Paul is een gelovig christen die zelf ook ooit de Maasbachkerk bezocht. Inmiddels bezoekt hij een andere kerk. Als hij en zijn ex-vrouw horen dat er nu gepredikt wordt dat je familiebanden moet verbreken, worden ze argwanend. Helemaal als hun dochter meldt dat ze een bijzondere boodschap heeft die ze samen met haar verloofde wil komen vertellen. Ik ben uit de auto uitgestapt en ik heb ze aangesproken. Om grip te houden besluit Paul het gesprek op te nemen. Ik heb eigenlijk besloten om het contact te verbreken met jullie allemaal eigenlijk. Omdat ik heb een weg gekozen met de Heere God. Maar dat is helemaal niet zo. Want God zegt helemaal niet dat zegt David Maasbach, die zegt dat. En niet God. Het is mijn eigen keus. Nee, maar het is niet je eigen keus. Hou ik jou tegen om God te dienen? Niet? Hoe dan? Door bepaalde invloeden die u heeft op mij. Vooral bij mama en zo is het gewoon te groot. En zou het maar gewoon tegen dichter bij God te groeien. David Maasbach neemt de kerk over van zijn vader Johan. En de heren kijkt hij naar je huidskleur. Nee, die neus weet je wel, lang of plat. Hij kijkt naar je hart. En wees oprecht van hart. En God die heeft u lief. Amen. Thank you. Het is een familiebedrijf. Ja? En alles blijft ook binnen de familie. Er is heel veel personeel is familie hier zo. Kennelijk is er toch een bepaald besef dat de familie Maasbach toch een soort speciaal lijntje heeft met God. Gewoonlijk geven de kerkgangers 10% van hun inkomen aan de kerk. Maar soms wordt er iets extra's gevraagd. Wie is het die vandaag kan deelnemen met een €1000? Er is nog veel meer in het Maasbach-imperium.
zijn een paar kerken elders in het land. Ik geloof een stuk of 6, 7. Er is een stichting die liefdadigheidswerk doet in het buitenland. Er zijn natuurlijk de tv-uitzendingen. Daar moet ook veel geld voor worden opgehaald. Dus je zou wel kunnen zeggen, dit is wel een rally-ondernemer met een aardig geslaagde onderneming. Voor sommige volgers is de kerk hun hele leven. En David Maasbach een soort van vader. Je hebt ook een harde kern hier van hele vaste kerkgangers. Mensen die in de kerk in de diensten meedoen. Of die bijvoorbeeld hier op kantoor werken en lid zijn van de organisatie. Die wonen in een soort commune. Dit huizenblok hier is... Dat is van de kerk. Mensen wonen daar, huren dat ook weer van de kerk. Die werken voor de kerk. Dus hun hele leven bestaat eigenlijk uit David Maasbach en zijn religieuze bedrijf. Wie is dan je familie? Wie is je familie? Nee, wie is je ware familie? Antwoord mij bijbels, hè? Niet werelds, bijbels. Wie is je ware familie? Het is een secte geworden. Dat herken je ook aan de kenmerken. Een leider die al tegelijk heeft en die het ware woord brengt en naar wie je moet luisteren. En als je niet luistert, moet je weg. Dus dat is een typisch secte kenmerk. Robin de Wever vraagt Maasbach herhaaldelijk om wederhoor. Gisteravond laat Maasbach opeens van zich horen. Voor Radio 1 Vandaag verklaart hij niets fout te doen. Als ik zeg dat we moeten breken met hen die de wil van God niet doen, dan is dat niet David Maasbach die dat zegt. Dan is dat wat de Bijbel zegt. Daar bent u niet voor verantwoordelijk. Natuurlijk. Ik leef toch zelf ook zo. Nee, maar dan bent u niet verantwoordelijk als de mensen gevolg geven aan dat wat u zegt. Want u bent slechts doorgeef, lijkt zegt hij, van dat wat er in de Bijbel staat. Inderdaad. Ik geef aan wat de Bijbel ons leert en zegt. Vader Paul heeft nog maar op één manier contact met zijn dochter. Ik gaf natuurlijk altijd een zak geld. En er was mij geadviseerd om dat dan een bericht erbij te doen. Dus ik heb inderdaad, gaf ik 8 transacties maal een bepaald bedrag. En dan zet ik inderdaad een tekst bij van, we missen je, we houden van je, waarom doe je dit? Heb je ouders lief, Exodus 20 vers 6 of zoiets. Wat is een secte? Google. Ja, dus dan, maar ik krijg geld elke keer teruggeboekt. Maar de bedoeling is dat inderdaad dat ze toch dat elke keer weer leest. En dat ze toch ja, dat keer pakt. Totdat ze de bankrekening wijst, zegt, want dan is het over. In zijn algemeenheid, Nederland kent geen verbod op sectes. Het ministerie van Justitie wijst op Sectesignaal. Dat is een website voor advies en waar misstanden gemeld kunnen worden. Ja, dan is Nederland in de ban van de Hyperloop. Joanneke, dat is buizenpost voor mensen. Leg uit. Ja, klopt. Maar Nederland is ook in de ban van jou, Bas. Oh. Je gaat ons verlaten. En je bent trending topic op Twitter vandaag. Kijk aan. Wat vind je daarvan? Onder Demmink en Boris Johnson. Nou, dat is een mooi rijtje. Ja, toch? Netjes gedaan. Maar goed, de Hyperloop stond inderdaad ook in het rijtje met trending topics. En de TU Delft die presenteerde vandaag hun ontwerp van dat supersnelle transportmiddel van de toekomst. Elon Musk, de bedenker van de Tesla, die is het brein achter die Hyperloop. En het is een capsule die ons bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Parijs zou kunnen brengen in 30 minuten tijd. Hyperloop Transport. Now boarding. Please enjoy your journey. Hyperloop, an idea for what the future of transportation could one day look like. It almost looks like science fiction. You sit in a pod and are catapulted through a depressurized tube at over 700 miles per hour. Ja, de Delftse variant van die Hyperloop die is superlicht met 149 kilo. En vandaag bij de lancering waren prins Constantijn en minister Henk Kamp aanwezig en die waren ontzettend enthousiast. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je in Nederland in de toekomst over kleinere afstanden met dit soort systemen gaat werken. Ik heb echt het idee dat deze studenten nu bezig zijn om de toekomst naar voren te halen. Nou zit hier achter de man, achter Tesla, die auto's, Elon Musk. Maakt hij hem zelf? Nee dus. Nee, hij heeft ingenieurs wereldwijd uitgedaagd om mee te denken over het ontwerp in een soort wedstrijdvariant. Nou, daar werd massaal op gereageerd. Delft eindigde op de tweede plek na de Amerikaanse universiteit MIT. En Delft mag nu die Hyperloop van hun gaan ontwikkelen, verder gaan testen in de woestijn van Nevada, waar Musk allemaal testtubes heeft neergezet. Hoe reëel is het dat wij straks in zo'n
Hyperloop, zetpil rondzoeven? Nou, in mei was er een eerste test. Die ging heel goed. En in Californië denkt men nu over mogelijkheden voor zo'n hyperloop tussen LA en San Francisco bijvoorbeeld. Mm-hmm. Rusland liet vorige week weten ook geïnteresseerd te zijn in een hyperloop in Moskou. En Musk die is nu ook met de Russen bezig met een soort hyperloop handelsroute tussen China en Europa. Heel spannend klinkt dat. Maar ook de Franse spoormaatschappij SNCF moet ik zeggen, die heeft groots geïnvesteerd in die hyperloop. Ja, en ook op andere plekken in Europa wordt echt serieus over de mogelijkheden nagedacht. Onder meer bijvoorbeeld in Slowakije. Wat gaat zoiets kosten voor de reiziger, maar ook om het te bouwen? Ja, een tripje LA San Francisco, dat zou volgens Musk $20 zijn. Dus dat valt ontzettend mee. Ja. Maar de bouw van die lijn, die kosten worden geschat op zo'n $16 miljard. En critici die denken eerder aan $100 miljard. Dus dat kost wel. Absoluut. Dan willen we altijd maar sneller, sneller en sneller. Zit daar nog een limiet aan? Want dit gaat 700 mijl, 900 kilometer per uur. Ja, nee, 1200 kilometer per uur is wel echt hartstikke snel. Ja. En inderdaad, ja, daar zit wel een limiet aan. Dat vertelt de hoogleraar Martin Steinbach vandaag. De beperking zit erin dat ons menselijk lijf eigenlijk niet zo graag versneld wil worden. En dat betekent dat dit soort oplossingen eigenlijk alleen maar werken voor de hele lange afstanden. Dan moet je toch wel minstens 2 minuten de tijd nemen om zeg maar op snelheid te komen. Anders wordt dat voor je lijf eigenlijk niet meer fijn. Als je er bijvoorbeeld een minuut over doet, dan kan je daar gewoon misselijk van worden. Als je nog sneller gaat, dan kan je gewoon bijvoorbeeld het bewustzijn verliezen. En als je echt snel gaat, dan kan er gewoon allerlei bloedstortingen komen. Goed, in die hyperloop gaat het dus nog wel goed. Dus geen bloedspatten daar, als het goed is. Gelukkig. Dankjewel, Joanneke. Lokken, verleiden en toeslaan. De slag om Britse bedrijven naar het vasteland te halen is volop losgebarsten. Na het Brexit-referendum zijn veel multinationals op zoek naar een nieuwe EU-vriendelijke locatie voor hun hoofdkantoor. En dat biedt kansen voor Nederland. Yes, good morning. This is Dennis Vermeulen. We hebben de afgelopen weken ruim 100 aanvragen inmiddels ontvangen. Terwijl dat we het jaar daarvoor eigenlijk geen aanvragen hebben ontvangen uit Engeland. Van die 100 heeft inmiddels 10% de stap genomen een onderneming hier te starten. Er wordt volop gebouwd op de Zuidas, waar de economische crisis alweer bijna vergeten is. En de Brexit niet als een bedreiging, maar vooral als een kans wordt gezien. Blij met de Brexit. 40% van alle banen in Nederland zit bij buitenlandse bedrijven. Nou, daar zit dus echt een potentie en groeimarkt en daar moeten we echt iets mee. Bij advocatenkantoor Lawyers & Loef hebben ze een speciaal Brexit-team, waar ze bestookt worden met vragen van grote bedrijven die nu nog in Engeland zitten. Je hebt gewoon geen toegang meer tot de Europese richtlijnen, tot de Europese regelgeving. En dat heb je in Nederland wel. En dat biedt voor Nederland natuurlijk een enorme kans. En dat merkt ook Dennis Vermeulen. Hij helpt MKB-bedrijven die willen verhuizen naar Nederland. Zoals het ICT-bedrijf Fink dat Engeland voor Nederland verhelt. Het is een van de vele kleine bedrijven die nu al besloten heeft om de oversteek te maken. Dat zijn met name bedrijven in eerste instantie natuurlijk die vrij makkelijk hun activiteiten kunnen verplaatsen. En dat zijn bedrijven die het Europese vasteland willen bereiken. Dus denk veel aan logistieke dienstverleners, bedrijven die in de IT actief zijn, import-exportbedrijven. Dus het varieert. Waar Londen de city heeft, hebben wij in Nederland natuurlijk de Zuidas. Hoewel dat internationaal gezien natuurlijk maar bar weinig voorstelt. In Amsterdam zouden ze die rol van financieel centrum graag willen overnemen. Maar de kans is klein dat zakenbanken als BNP Paribas, Morgan Stanley en JP Morgan voor onze hoofdstad zullen kiezen. Het grote centrum van zakenbankieren wordt Amsterdam niet. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken bordt alle hoop meteen de grond in. Ik denk niet dat we hier de Zuidas zullen zien veranderen in Canary Wharf. Zo gaat het niet gebeuren. Die torens die blijven een stukje lager. En dat komt mede door onze strenge bonusregels. Dit jaar kreeg bijvoorbeeld de topman van JP Morgan nog 18,5 miljoen euro alleen al aan bonussen. Dat is in Londen, Frankfurt en bijvoorbeeld ook Dublin geen enkel probleem. Maar in ons land zijn dat soort hoge bonussen sinds vorig jaar verboden. Nederland heeft natuurlijk een plafond gesteld bijvoorbeeld ter zake van de bonussen. Dat is misschien heel banaal, maar dat is wel iets wat voor bedrijven een reden is om zich toch in een ander land dan Nederland te vestigen. Daar zijn we behoorlijk calvinistisch in ten opzichte van de andere landen. Je moet altijd gewoon een helder beeld geven van wat is het wat we te bieden hebben. En op het punt van beloningen hebben we een soberer omgeving dan in andere landen. Is dat erg, denkt u? Dat is een weloverwogen besluit geweest. Politiek besluit, maatschappelijk breed gedragen.
En daar hebben we mee te werken. En daar hebben bedrijven die zich op Nederland oriënteren, hebben daar hun eigen afweging bij te maken. Het binnenhalen van banken en andere financiële instellingen, dat wordt dus lastig. Daarom zouden we onze energie beter op andere bedrijven kunnen richten. Ik denk dat de Brexit met name kansen biedt voor Nederland op het gebied van het aantrekken van Europese hoofdkantoren en Europese logistieke centra voor niet-Europese bedrijven die in Europa investeren. Dus denk aan Amerikaanse bedrijven, aan Aziatische bedrijven die Nederlands zouden willen gebruiken als springplank voor investeringen in de rest van Europa. Nederland is met name interessant ten opzichte van onze buurlanden. Denk aan Frankrijk, Duitsland, België. De belastingen daar zijn hoger, oprichtingsprocedures zijn lastiger. Dus met name voor het MKB speelt dat een grote rol. Voor de multinationals zal het een mindere rol spelen, omdat die vaak andere methodes hebben om belastingdruk te verminderen. Maar met name voor het MKB zien we nu dat Nederland interessant is. En voor de logistieke dienstverleners, et cetera, biedt Nederland natuurlijk ook een uitstekende infrastructuur. Het gaat om werkgelegenheid. Het gaat om ons allemaal. Dus ik denk dat we met z'n allen onze schouders eronder moeten zetten om ervoor te zorgen dat we in Nederland de buitenlandse bedrijven blijven ontvangen. En het liefste nog meer dan voorheen. En zometeen, criminelen dachten dat ze onbespied met elkaar konden bellen met een encrypted mobieltje tot de politie de code brak. En nu zijn ze rep en roer. Maar we gaan eerst vooruitblikken op het Sportjournaal na en vandaag met Rivka op het veld. Rivka, wat gaan we bij jou zien? Goedenavond. Ja, veel nieuws over Zlatan Ibrahimovic bijvoorbeeld. Zlatan nieuws over Kiki Bertens. We hebben het natuurlijk over het EK voetbal. België speelt morgen de kwartfinale tegen Wales. En je zou het bijna vergeten, maar overmorgen begint de Tour de France al. En daar blikken we ook even op vooruit. Zometeen na één vandaag. Vooral geliefd bij criminelen, de cryptophone. Met zo'n ding kun je geheime versleutelde berichten versturen. Onkraakbaar, dacht iedereen. Ja, toch is het bij de knappe koppen van de politie en justitie gelukt om die mobieltjes te ontsleutelen. En het resultaat? Zeer belastend bewijs in meerdere strafzaken. En de onderwereld in totale paniek. Geheime, versleutelde berichten versturen over wapens, drugs en liquidaties. Criminelen doen het al jaren met deze PGP-telefoons. Vermoedelijk zijn er tienduizenden in omloop. PGP staat voor Pretty Good Privacy. De telefoon met versleutelsoftware ziet eruit als een gewone BlackBerry en kost ongeveer €1200. Justitie ziet dus de hele tijd die PGP-telefoons opduiken in strafzaken, in drugsonderzoeken, moordonderzoeken, overvallerscircuit. Steeds meer criminelen gebruiken die telefoons om veilig te kunnen communiceren. En dat is natuurlijk lastig, want met de klassieke middelen die je hebt, afluisteren van telefoons, onderscheppen van mail, begin je niks, omdat je niet door dat systeem heen kunt. En juist daaruit, uit communicatie, haalt justitie veel bewijs. 60 pistolen en revolvers, 36 automatische wapens, 9 handgranaten en grote hoeveelheden munitie. Met die grote wapenvondst in Nieuwegein begint een jaar geleden het onderzoek naar een groep die wordt verdacht van het voorbereiden van meerdere liquidaties. Naast wapens en munitie zijn ook 2 gestolen auto's in beslag genomen. En telefoons, simkaarten, computers en een zelfgemaakte fragmentatiebom. Opvallend, naast de wapens vindt de recherche ook een grote hoeveelheid PGP-telefoons. In april doet de politie een inval bij Ennetcom, de grootste aanbieder van PGP's. Het netwerk wordt offline gehaald, de eigenaar zit vast. Op het moment dat justitie toestemming krijgt om die hele server leeg te halen van Ennetcom, dan moet je zien, dat is een soort één grote box waarin, weet ik veel, tienduizenden, misschien honderdduizenden gevoelige gesprekken staan. Dan kan het doorbraak betekenen in tientallen onderzoeken. Dus dat zou echt een ramp zijn voor de onderwereld. Met de PGP kun je niet bellen of filmen, maar dus wel geheime tekstberichten versturen. Hoe werkt het precies? Versleuteld communiceren via PGP kan alleen als je allebei zo'n telefoon hebt. De tekstberichten die je verstuurt worden door een speciaal computerprogramma door elkaar gehusseld en versleuteld op een server gezet. Onleesbaar voor de politie. Dezelfde software zet het bericht weer op de telefoon van de ontvanger. Om een bericht te sturen of te ontvangen heb je altijd 2 wachtwoorden nodig. 1 om de telefoon mee te ontgrendelen en 1 om het e-mailprogramma binnen te komen en het bericht weer te ontsleutelen. Ze zijn in ieder geval heel erg populair bij criminelen. En het is niet zo dat je ermee belt, maar je kunt er dus gewoon tekstberichten mee versturen. En die zwaar versleuteld zijn en die eigenlijk onkraakbaar zijn, theoretisch.
Theoretisch, inderdaad. Want inmiddels is het justitie in meerdere onderzoeken gelukt om de PGP's te kraken. Merkt ook hacker Ricky Gevers. Het is een doorbraak van wereldformaat. In de zin van dat de hele georganiseerde misdaad rekende op deze telefoons. De betrouwbaarheid van deze telefoons. Dat doen ze al een flink aantal jaren ook. Dus feitelijk gezien vrijwel nooit bewijsmateriaal wat uit die telefoons is gekomen, ten tonele gekomen. En op dit moment lukt het justitie dus om heel veel bewijsmateriaal, wat heel belastend bewijsmateriaal ook is, om dat op tafel te krijgen en dus zaken rond te krijgen. Het past eigenlijk binnen de strategie ook van justitie om de facilitators, alles wat criminaliteit mogelijk maakt, om dat onderuit te halen. Dus wat hebben ze gedaan bijvoorbeeld bij het bedrijf dat deze telefoons verkoopt, hoppakee, de hele server eruit halen en die vent oppakken. En zeggen, jij faciliteert als het ware criminaliteit. Dus meteen heel rigoureus al die PGP's uit de lucht. Nou ja, dat heeft enorme paniek veroorzaakt in de onderwereld. De grote vraag is nu, hoe is het Nederlands Forensisch Instituut erin geslaagd de versleutelde berichten tevoorschijn te toveren? Er ligt op dit moment niet op tafel hoe ze het exact doen. En dat doen ze puur zodat ze het trucje in feite nog eventjes geheim kunnen houden en nog even kunnen profiteren van de opsporing via deze methode. In de communicatiewedloop met justitie speuren de boeven nu naar een nieuwe manier om veilig met elkaar te praten. Voor wie echt niet meer afgeluisterd wil worden, geldt nu het volgende advies. Feitelijk gezien is de aloude methode van naar een druk café gaan met heel veel mensen en daar in dat café en dan niet van tevoren dat plannen ook nog eens, maar ad hoc in feite een café kiezen en daar je vergadering in feite te gaan houden. Dat is nog altijd de meest solide methode om niet afgeluisterd te worden. Dus de beste manier voor communiceren is gewoon niet per telefoon, dus gewoon mondeling en dan het liefst ergens in een bos of aan de zee of in de sauna. En doe je het wel, dan gebruik gewoon een prepaid telefoon. Koop een stuk of 50 en communiceer via prepaid telefoon. Eén gesprek, telefoon weggooien en klaar. Of nog beter, wordt geen crimineel. Dames en heren, dit was één vandaag. We zijn er morgen weer en tot die tijd kunt u ons vinden op onze website, op Twitter en op Facebook. Voor nu een prettige avond en tot morgen.